Scarlett Hoofd Graafland is een van de weinige fotografen die nog helemaal analoog werkt. Geen gefotoshop, alles puur natuur. Hij komt net het Reykjavik gevlogen. IJsland, omdat ik... Het ging mij om één speciale berg. Kirkjufell heet die berg. En dat is een echt prachtige, ja, hele mooie spitse berg. Ik wilde iets doen met een... dus met zo'n heel toverachtige berg. En dan bellen voorbij laten zweven. Dus dat je een soort heel magisch beeld krijgt. En waar een soort beweging in zit. En die bellen heb ik met Ecoline net iets meer blauwer gemaakt. Je ziet het een klein beetje, maar ik denk op de foto heeft het toch wel echt effect. Want dan verwacht ik, maar dat moet ik straks gaan zien. Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar... voor mij zijn het meer sculpturen. En die sculpturen die plaats ik in een landschap. En het landschap vertelt een verhaal. En ik probeer daar grip op te krijgen. Dus het is een wisselwerking. Dit is in Madagaskar, in het midden van Madagaskar, de hoogvlaktes. Ik hou ook heel erg van het toeval wat zich voordoet. En ter plekke dingen improviseren en dingen bedenken en zoeken naar materialen. En verschillende weersomstandigheden om juist daar iets mee te doen. En dat is daar meer verrassend vaak dan als ik in Nederland ben. Omdat dat je dat dan meestal wel een beetje kunt voorstellen wat er gebeurt. Toen op een gegeven moment hoorde ik dat vroeger in de tijd van de slavenhandel... dat de kreet Blue People, dat refereerde naar de slaven. Dat was voor mij een extra reden om dat blauw te gebruiken. En ik vond het sowieso mooi als ik vind het bijna een soort sculptuur. Hoe de jongetjes die staan dan allemaal in het blauw geverfd. En ineens, doordat dat licht net op die tenen viel, ineens dacht ik, ja, maar dit is gewoon echt... dit is gewoon echt supergoed. Heel veel dingen mislukken hoor, want ik maak, ik maak gewoon heel veel en dan uiteindelijk, en meestal ben ik dan vaak wel lang op reis, iets van 1,5-2 maanden ben ik dan weg en dan kom ik terug en dan zie ik die foto's en dan pas, dan zitten er vaak misschien 3 of 4 echt goede beelden bij en dan heb ik wel, denk ik meestal wel een stuk of 10, 15 projecten geschoten, zeg maar, dus dan... zijn er gewoon een paar waarvan ik dan denk dat het gewoon echt, echt goed is. Het werk Limonade Iglo, dus dat is zo'n iglo die gebouwd is van allemaal stukken bevroren limonadeblokken. En daar staat dan een Inuit man tegenaan geleund. En dat is eigenlijk een werk wat ontstaan is doordat... dat nu in deze tijd er heel veel generatieproblemen zijn. Verkloof is tussen jonge Inuit mensen die allemaal heel westers achter de computer zitten en limonade drinken. En de oudere mensen die nog de tradities weten van hoe je moet overleven in het poolgebied. Dus ik had eigenlijk die oudere mensen gevraagd, want die kunnen nog zo'n ijsiglo bouwen en de jongeren eigenlijk al niet meer. Dus het is eigenlijk ook een heel triest beeld, want het geeft ook aan dat er iets, dat lijkt wel bijna verloren te gaan. Dus ik vond dat wel een heel, heel geslaagd werk en uiteindelijk gewoon als visueel beeld. De werken die ik maak lijken soms bijna alsof het gefotoshopt is, dus dan...
vind ik dat net een extra, ja, een extra lading door het te zorgen dat het wel echt is. Het is moeilijk. En zeker ook die bellen, die gaan zo heel... Ja, die gaan zo voorbij. Dus je moet net goed schieten om en dan moeten ze ook nog mooi scherp. En de achtergrond moet goed scherp.